Nee. Niet nu kapot gaan. Zo, wat heb je helemaal in je tegels gelegd, Sergio? En ik voel meteen helemaal kloppen. Oeh. Ik voel me net zo van That 70's Show. Ja. Mensen weten niet wat ze meemaken hier zo op een fiets. Na, kijk daar. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Wij zijn lekker op, kijk daar. Zoals jullie net hebben kunnen zien. Even lekker genieten aan al het harde werken. Ja, inderdaad. Spanning hoort er ook bij. En? Ja, Emma. Emma had ook vrienden. Ja, we hebben vrienden mee. Ja, gezellig. Oké, nu is het goed voor je. Oh, je gaat zo. Cheers! Proost! Salute! Zo, wij zijn hem afgetaaid. Mam! Ja, want het is inmiddels al 10 uur, Jessie Silver. Mama! Ja? Wie het eerste bij het vliegtuig is. Ja, wie het eerste daar is. Tot morgen. Ja, het is al een beetje laat, soms ondergang. Is begonnen. Maar deze kan je naast, maar die moet morgen vroeg uit bed, hè? Ja, ik. En die daar, die hoort al lang in bed te liggen eigenlijk. Dus ik ben benieuwd of we straf krijgen morgen. Zien we dan weer. Zorgen voor morgen. Ja. Soms moet je gewoon even genieten en gezelligheid zoeken. Kom je nog? Ik ga even mijn kind halen. Nou jongens, wat een weertje is het toch. Het is toch gewoon fantastisch. Het is wel echt super heet. Dus het is belangrijk dat we eventjes de deuren dicht houden. Want dan blijft het lekker koel in huis. Dat scheelt wel echt een hoop. En die rotvliegen blijven dan ook lekker buiten. Maar aangezien het zo heet is, hebben de plantjes nog meer dorst. Dus dat gaan we even doen. Zo, de jacuzzi staat al klaar, maar die is nog een beetje vuil van binnen. Daar heb ik echt Sergio voor nodig, want ik krijg dat hele ding niet alleen omgedraaid. Dit gedeelte is namelijk erg zwaar, want er zit een heel systeem in. Maar we zijn heel blij met onze waterslang, onze tuinslang. Die kan heel ver, kan hier lekker alles doen en die kan voor... In de voortuin. Zo, ondertussen heb ik hulp. Dat doe je goed. En waarom gaan we ook alweer de blaadjes niet nat maken, Jessie Silver? Anders gaat hij verbranden. Ja, hè? Als de zon er dan opkomt, dan verbrandt hij helemaal. Dus we gaan bij de wortels gaan we water geven. Ja. Supergoed. Ik ben ondertussen even een lekkere smoothie aan het maken. Met mango en gember. En ineens dacht ik, wat zou er gebeuren als ik er bruiswater in doe? Volgens mij is dat echt poepie lekker gewoon. Alleen, ik denk dat het misschien niet zo slim is om dat met bruiswater en dan te mixen. Dus ik denk dat ik het ga mixen en daarna pas bruiswater bij ga doen. Ik denk dat het echt heel lekker is. Ik ga het jullie laten weten. Daarnet was ik dus bezig met de planten water geven. En ineens spuit heel dat ding los.
heel dat ding in mijn gezicht. En toen dacht ik ook, nee, niet nu kapot gaan. Maar hij ging gewoon los. Dus ik hoop dat Sergio hem gewoon weer er goed op krijgt. Want ik krijg hem er blijkbaar niet heel goed op. Ik had hem er weer op gekregen en hij deed het heel even. En daarna... Dus we wachten gewoon op mam lief. Beter. Zo, voor de mama. Wat wilden jullie hebben? Wijn. Wijn. Oké. Nou, dat heb ik speciaal voor jullie gemaakt. Lekker wijn. Alsjeblieft. En dan heb jij er maar twee. Nee hoor, het is gewoon gesmolten. Anders nog iets? Oh, alles naar wens, mijn heren. Vijf. Is alles naar wens? 1, 2, 3, 4, 5. Genieten jullie nog van de snacks? 7, 8, 9, 10. Oké. Ik word gewoon genegeerd. Doei. Ik heb 10. Doei. Nou, ik heb er gember in gedaan. Appel, mango. Toch een beetje bruiswater. Dus ik ben benieuwd. Oké. Dat gaat niet slecht. Oké. Eens even kijken. Dit is wel een beetje weinig. Oké, doen we er wat ijsblokjes bij. Met wat watermeloen aardbei van Slimpy. Het is nog lekker vlezig. Nog meer bruis. Misschien is dat nu wel te veel bruis. Oké. Nou? Mijn fiets heeft een hele coole naam. Hoe heet jouw fiets dan? Koes. Koes? En jij fiets? Kan jij fiets nog? Mijn naam heet. Mijn fiets heet Vion. Nee, Dion. Verlaren. Heet jouw fiets Dion? Nee, Verlaren. Verlaren? Kan jij niet een liedje zingen? Moet ik een liedje zingen? Doe je volare. Dat heeft mijn oma opgezongen. Ja? Wat maak jij? Ik maak een lekkere smoothie. Voor mezelf. Willen jullie ook dan? Ja! Zoiets lekkers mag natuurlijk wel gewoon even in een leuk glas. Hoppakee. Lekker. Ondertussen zijn onze vrienden aangekomen. Olaf en Marcella. En aangezien helaas de gastank precies vandaag leeg was voor onze barbecue, dan bouwen ze er toch gewoon zelf een. Goed bezig. De Koesie wordt geprepareerd. Je hebt mooie slippers aan. Ja, wel. Supermooi. Nieuwe mode. Nieuwe barbecue. Zo, wat heb je mooie tegels gelegd, Sergio? Mooi, hè? Laten we even... Ja, paarse. Ja, mooi, hè? Mooie speeltuintegels. Speeltuintegels.
rubbermagazijn.nl en we laten even zien hoe Sergio dat gedaan heeft. Zo, ik heb dus een begin gemaakt aan de fundering daarachter. Je ziet daar de eerste stoeptegels liggen. Even kijken of ik hem aan kan wijzen. Daar zo. Dat wordt de fundering. Nu heb ik dus deze speeltuintegels en die ga ik daar opleggen. En dan moeten ze dus aan het touwtje komen. En dan ga ik nu eventjes checken of dat het allemaal klopt. Zo, inmiddels helemaal klaar met de fundering voor de prachtige speeltuintegels. Dan ga ik nu even een worteldoekje opleggen. En dan kunnen de speeltuintegels erop. Nou, heb je dus van deze handige cilinderverbinders. En die stop je hier in het gaatje. Allemaal. En dan schuif je ze zo tegen elkaar aan. Stop hier in het gaatje. Eigenlijk was het gaatje. Stop je meer in het gaatje. En dan schuif je die andere de tegel er tegenaan. En dan zitten ze vast. De barbecue is begonnen. Ruikt lekker, mannen. Ja, is goed, hè? Oh. Ja, goed idee. Die is echt goed. Die is nou wel een nootje warm. Het is jammer dat er nooit... zou dat nog komen, denk je, dat er een ruikbeeld komt? Wat? Dat gewoon de geur... 5D. Next level. Gewoon bij de mensen thuis komt. Ja, dan ben ik gewoon verbrand. Ja, ja, maar echt. Echt. Ja, echt verbrand. Al die dagen. Ja. Ik zei zout. Ja. Maar leuk, hè. Lekker, man. Lekker, lekker. Hallo, het is de volgende dag. We hebben weer hard gewerkt, maar met deze zon, oh, heerlijk. En het windje, helemaal top. Tessie Silver is achter in de jacuzzi aan het spelen. Kijk nou uit, jongen. Ik vind het helemaal geweldig. Ondertussen loop ik een splinter op in mijn grote teen. En ik voel meteen helemaal kloppen. En hij bloedt ook een beetje. En nu heb ik dus van mijn moeder geleerd om even te weken water met een vaatwastablet. Om het helemaal te laten weken. En dan kan ik hem als het goed is ernaar uitkrijgen. Nu heb ik een emmertje die ongeveer de lengte van mijn voet is. Dus ik hoop dat dat helpt. Daar komt de dokter. Het is wel echt weer een madder van een ding. Ging je toen er net in zit ook bloeden. Zo, dit is beter. Ik snap alleen niet waarom op mijn scherm mijn bad nu gewoon oranje lijkt. Want hij is gewoon echt roze. Gewoon peach. Maar goed, nu lijkt het net alsof ik in de zeik zit hier zo. Ik hoop dat hij hartstikke week wordt. Zodat ik hem er toch uit kan halen of een beetje van mijn huid kan wegschapen. Want dit is niks. Ondertussen een lekker watermeloentje. Smoothie. En ik ga even Netflixen. Nou, we zijn inmiddels bij mijn moeder, want hij is er nog steeds niet uit. Dus dan komt het echte werk. Oh. Nou, dan moet ik me helemaal warm maken. Ja. Howie!
Au. En dat is alleen duwen, hè? Ja. Oh, 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 wat doet dat een pijn? Wordt een pijn. Oh, Sergio, die heeft de helft eruit gevoerd. Ja, jammer. Kon die ook niks aan doen natuurlijk. Nee. De helft zit nu zo diep dat ik hem er niet meer uit kan krijgen, want ik zie hem zitten. Ja. Denk ik. Ja. Nee, dit doet geen pijn. Oma is heel goed, hè? Doet het wel een beetje pijn? Gevoelig, maar geen pijn. Ja, dat zie ik. Ik zie een beetje bloed, man. Ah. Oh. Dat is helaas. Ja, ik kan lekker dokken. Dat is helaas. Ja. Dat ik er weer in de week gaat zitten zo. Oké. Okay. Ja, want ik heb hem helemaal open gehaald. Ja, zie je? Dat is goed. Ja. Dus dan zou die er zo uit moeten kunnen. Want alles wat donker was, ja, waar ik nog dacht dat die zat, dat heb ik nu opengemaakt. Oké. Okay. Zie je? Toppie. Dus nou, dan gaan we er weer in, hè? Ja, wat moest ik voor de rest van die voetjes doen dan? Nou. Niks, gewoon. Nee, hè? Ongelooflijk, hè? Ja. Laat mij eens even zien hoe dit werkt. Huh? Oh. Woe, woe. Oh. Ja, ja, oeh, 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 oeh. Leuk. Woe. Wat is hier dan? Oh, Jesse. Dit is cool. Dit is cool, Jesse. Zo, het is tijd om deze man die helemaal zwart is onder de douche te doen. De andere man die is lekker bezig op de vlonder. Je bent hem aan het bijten, hè? Ja, ik heb gekozen voor bijten in plaats van olie, want het is nog wel splintergevoelig. Ja. Splinter. Ja, maar ik loop heel voorzichtig. Bijtsen zorgt er toch voor dat er minder splinters overblijven dan met olie. Ja. En olie moet je één keer in het jaar doen, of zelfs twee keer. En bijtsen één keer in de 2-3 jaar. Ja. Dus het wordt iets donkerder. Ja. Hopelijk wel ietsje lichter nog, want ik vind eigenlijk de kleur wat het nu is mooi. Het wordt sowieso maar nog wat lichter. Het zal een beetje opdrogen, denk ik. Ja. Ja, dan moeten we daar ook nog de schuttingen mee doen. Nee, want ja, dit is voor de stofjes. Ik ben aan het bijten. Ik heb alles afgedaan. Dan moeten we ook nog de schuttingen gaan doen. Ja. Daarmee. Nou, de borders zitten er ook op. En daar gaan dan nog leuke tegeltjes tegenaan komen. Maar die moeten nog uitgekozen worden. Hè? Ja. Ik denk eerst even de tegels voor op het zand. Is het van, ja, beton die hebben we nog al uitgekozen. Beton moet nog, tegels moeten nog. Ja. Kleine tegeltjes moeten nog, dus we hebben nog genoeg. Er moet nog genoeg komen, maar stapje voor stapje. Nou, en de speeltuintegels liggen er ook mooi bij. Hè? Ja. Die zijn echt... Ja, en dan daartussen de speeltuintegel en de vlonder kunnen we een klein stukje de plant in doen. Ja. Nou, misschien aan de andere kant ook. Dat is misschien dan wel zo leuk aan twee kantjes. Of niet? Nou, dan moeten we eigenlijk kijken nog. Want daar gaan de vuilnisbakken komen natuurlijk. Dus moet even kieken. Ja. Ik ga nou verder. Ja, ga jij lekker verder. Ik ga onze man in bad doen. Nou, onder de douche. Je bent wel lekker bruin. Je rug is echt bijna zwart. Ja? Vind je niet normaal. Ik heb hier zo bij de om. Dat is een hele grote slap. En die heb je ook niet meer nodig, denk ik, toch? Met eten, een slapje. Wel een grote jongen, toch? Kijk, nou. Wow. En dan ga ik je haren kammen. Echt dat? Dat is
te fijn is, dan zeg je gewoon, ho, stop. Goed? Ik zeg helemaal niet te hard, dan begint hij mee. Hij vindt het meestal niet zo leuk, dus ik heb spul gekocht van die... Dat het een beetje zacht wordt, hè? Ja. Nou, dat heb ik ook vast wel erg, hè? Hé, hey, Jesse Silver. Ga je lekker naar de kapper? Ja, als je het dan wast en even wat erin kneedt of wat dan ook, dan... Laat het zien, Jessie. Kijk eens, mama. Wauw, knappe vent. Prachtig. Prachtig. Dank je, mama. Jij bent mooi. Nou, ik ben dus ook weer aan de beurt. En we gaan dit weer proberen weg te krijgen. Mijn haar is aardig gegroeid inmiddels. En het is altijd een uitdaging om mijn haar te kammen. Dus je hebt of dit, of dit. Klaar! Klaar! Ik voel me net zo van That 70's Show. Ja. Of die, en dan eigenlijk nog zo'n haarwand in en dan kan je net in hairspray meedoen. Ja! Nou echt ja! Zo, dit is al ronde 2, jongens. Want daarnet was ik zo geel en oranje als een kanarie. We gaan nu dus kijken of het helpt als we het uitspoelen, drogen en dan gelijk opnieuw een nieuwe laag. En dan dadelijk pas de toon. Goed zo, hè? Wow! Zo, laat me je eens zien met je mooie nieuwe haren. Wauw! Zo, Jessie Silver lekker naar school gebracht. En dit is het resultaat van mijn haar. Ik ben er weer blij mee. Het is echt altijd weer een heel ander gezicht, hè, als je het uitgroeien er dan uit hebt gehaald. Ja, ik ben er heel blij mee. En het is ons gelukt. Eindelijk, na heel veel jaren, zijn we erachter dat mijn haar gewoon heel bijzonder is. Nou, dat wisten we al. Maar dat het lang in laten trekken bij mij geen zin heeft. Dus het moet wel gewoon lang intrekken, een half uur. Maar daarna moeten we gewoon gelijk het nog een keer verven. Want anders dan trekt het er gewoon niet genoeg uit. En dan ben ik dus hierboven geel-oranje. Maar nu is het gelukt. Dus ik ben helemaal blij. En ik hoop dat jij dit weer een leuke vlog vond. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Een belletje aan te zetten. Zodat je weer op de hoogte blijft als er een video online komt. We zien weer heel graag jullie reacties. En tot de volgende video. Ciao!